Jongens, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video en vandaag gaan we het hebben over de biceps. We hebben de vorige keer natuurlijk de hamstrings besproken en voor de triceps. En vandaag gaan we het weer hebben over een handige oefening die jou meer resultaat kan geven en grotere biceps kan geven. Het gaat natuurlijk niet betekenen dat je per se grotere armen krijgt, want jouw biceps zijn maar 1/3 van jouw gedeelte van jouw arm. En triceps zijn jouw 2/3 en jouw onderarmen zijn natuurlijk ook een goed en belangrijk gedeelte om te trainen. Om jouw armen groter te krijgen. Als eerst, de biceps bestaat uit 2 koppen. En het woord bi zegt het al. Bi betekent 2. En tri, volgens bij de triceps, betekent 3. En de biceps bestaat uit de bicep brachii en de brachialis. En ik merk dat altijd als ik veel vragen krijg, vragen ze altijd van hoe krijg ik grote biceps. Maar de biceps geven gewoon niet per se die grotere armen. Dus we gaan vandaag hebben over een oefening die heel... echt helpt en ook een andere oefening die ik vaak zie die toch wel vaak fout gaat, waardoor je toch vaak gaat compenseren vanuit andere spieren. Voordat we gaan beginnen, het zou nog tof zijn als je deze video liked, als je abonneert, als je nog niet bent geabonneerd en als je even een geweldige reactie achterlaat, want dat wordt altijd gewaardeerd en dat helpt mij weer en ik vind het ook leuk om weer te reageren op die reacties. We gaan beginnen met de Bayesian curl en het is een bicep curl die vaak te weinig wordt gedaan, dus eigenlijk te weinig in de sportschool wordt gedaan. En het is juist een oefening waarbij je de hele beweeguitslag van de bicep kan gebruiken en zo groot mogelijk beweging kan maken. Want wat je vaak bijvoorbeeld bij de AZ bar curl ziet, is dat de bar niet verder kan dan bijvoorbeeld bij je been en dat die dan blijft haken, omdat je gewoon niet een grotere beweging kan maken. En wat je ook bijvoorbeeld bij de AZ bar ziet, is dat je heel vaak gaat compenseren als het te zwaar is. Dan ga je heel snel swingen. Nou ja, laten we beginnen bij de Bayesian curl. Wat belangrijk is, is dat je gewoon de hele beweging maakt. Dat je elleboog een klein beetje in je zij houdt. Dat je iets voor het apparaat gaat staan. En dat je ook vooral hierbij niet te licht gaat qua gewicht. Maar ook zeker niet te zwaar, want als je te licht gaat, dan voel je het waarschijnlijk te weinig. Maar als je zwaar gaat, ga je ook weer juist hier compenseren en ga je misschien wat meer swingen. Dus probeer vooral je bicep goed aan te spannen en aan te spreken. En probeer hem bovenin ook even vast te houden en vooral rustig ook te laten zakken, zodat je die hele spier ook volledig uit elkaar trekt. En de range of motion is natuurlijk super belangrijk altijd. Wordt altijd soms gedaan van, nou, je hoeft niet helemaal de hele range of motion te doen, maar daardoor spreek je meer vezels aan in de bicep, waardoor ze uiteindelijk meer schade kunnen creëren, waardoor je uiteindelijk meer kan groeien als je daarnaast goed eet en natuurlijk goed rust. Maar dat is vanzelfsprekend. Nou, dat is dus de Bayesian curl en deze is super fijn om te doen, zeker ook als afwisseling. Je zou het ook nog eventueel andersom kunnen doen, maar deze manier is ook zeker fijn. Dan gaan we eigenlijk naar de oefening die ik heel vaak zie in een sportschool. En dat is weer de AZ bar curl. En deze zie ik vaak ook wel vaak fout gaan. En veel mensen die ook hier last bij krijgen bij een rug en dan vooral ook een onderrug. Omdat ze dan te veel gaan swingen. En omdat je gewoon vaak niet de hele beweging kan maken. Omdat je hem niet lang verder dan dit kan doen. En bijvoorbeeld bij de dumbbells of bij de Bayesian curl kan dat wel. Dus je wilt die bicep gewoon helemaal aanspreken en je wilt zo min mogelijk swingen. Wat ik dan ook wel eens zie is dat mensen tegen de muur gaan staan en dan gaan doen zodat ze niet swingen. Dat kan, maar dan gebruik je alsnog vaak niet de hele range of motion, dus de romp. En dat is wel belangrijk. En zelf zou ik aanraden om de biceps eerder meer te trainen, dus vaker, dan dat je ze 1 keer alleen maar lospakt. Want dat zie ik ook heel vaak, dan zeggen ze van ja, ik ga vandaag alleen maar armen doen. En ja, dat kan, want je traint het dan wel. Maar ik zou eerder zeggen van doe het dan 3 keer na je training in de week of 4 keer. En doe dan even 2 of 3 oefeningen in plaats van dat je op 1 dag 8 oefeningen doet. Want de frequentie, als je natuurlijk bent, is gewoon heel belangrijk. En je moet het gewoon vaker hitten, net als bij de kuiten, bij de andere spieren, om het te laten groeien. En elke spier die je aandacht geeft, of eigenlijk alles in het leven wat je aandacht geeft, dat kan groeien. Dus de biceps curl, de Bayesian bicep curl is zeker een leuk om te proberen en probeer het eens af te wisselen. En kijk vooral wat je ervan vindt, sommigen zullen het misschien nog kennen en anderen misschien niet. En als je bij de AZ bar merkt dat je veel swingt, let er dan op en probeer die misschien niet meer toe te passen of minder toe te passen. En als je het doet, doe het dan misschien met dumbbells bijvoorbeeld. Ik wil niet zeggen dat de AZ bar curl verkeerd is, want het is helemaal niet precies zo, maar je wilt altijd weer nieuwe dingen ontdekken die misschien fijner zijn en ook effectiever voor jezelf zijn. Dus sommige mensen zullen het heel fijn vinden, anderen misschien wat minder. Ik hoop dat je wat aan deze video hebt gehad. Like de video als je hem leuk vindt, abonneer voor meer en dan zie ik je uiteraard weer in de volgende video!
for my city. I'm the realest one that's repping. Oh my God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always repping. Oh my God, my whole life, my words been my greatest weapon. I know. I